I thought I could be a free man to lead a life of lush and ease. But then you came and changed my life completely. I planned just to be a free man to go a buzzing with the bees. But then you came and changed my life completely. Nadat hij gedurende enkele jaren per schip de wereld had afgereisd, gaf tenorist-componist Jack Seltz de revelatie van het orkest van Mickey Banne in 1948 zijn baanbrekende babconcerten in Antwerpen. Hij werkte met zijn orkest wel een korte tijd op de Amerikaanse basissen en jazzclubs in Duitsland, maar keerde al vlug naar België terug. In 1958 stichtte Seltz voor de BRT zijn eigen combo dat de wekelijkse uitzending De Levende Jazz verzorgde. Zelfs die een fantastisch muzikant, maar die nooit de erkenning gekregen heeft die hij, waarop hij recht had. Waarom? Omdat hij nooit Antwerpen heeft willen verlaten. Hij is altijd in Antwerpen gebleven, hij heeft altijd in Antwerpen gespeeld. Hij is altijd Antwerpen trouw geweest. Als jazzmuzikus heeft hij dat zijn carrière gekost. Maar het is iemand die door de echte jazzmuzici zeer gewaardeerd is geweest. En ik kreeg op een dag een telegram, en dat was oktober 52, waarvan we spreken. En toen vertrok ik zo op het goedkomend huis, zal ik maar zeggen, naar Darmstadt, nabij Frankfurt, waar dat ik een contract kreeg op proef aan Jacques Seltz. En ik heb Jacques Seltz nadien 18 jaar lang bijna gevolgd als de schaduw, zal ik zeggen. En toen heb ik meer en meer jazz geleerd. De ritmesectie die